Je hoort af en toe op radio en televisie dat code oranje actief is of dat code geel wordt afgekondigd door het KMI. Wel, in deze podcast gaan we het hebben over weerwaarschuwingen, over die code geel, oranje en rood en hoe die bepaald worden. Voor België is het KMI bevoegd voor de nationale weerwaarschuwingen en dit per provincie. Wat ja, toch soms wel een uitdaging is, want een provincie dat is dus een gebied van ongeveer 60 op 60 kilometer. Naar meteorologische normen is dat een vrij klein gebied. Voor de kust werd nog een aparte zone voorzien, terecht, want daar heerst een microklimaat. Code geel, oranje en rood bestaan dus van minder erg naar erg, van een beperkte overlast en schade bij code geel naar ja, echte rampscenario's bij code rood. Nu, het inschatten van overlast en schade dat is zeer moeilijk voor een weersvoorspeller. Zal 30 liter water per vierkante meter op één uur tijd zal dat leiden tot overstromingen en ondergelopen kelders? Wel, in sommige straten wel, in andere niet. Dat hangt echt af van de staat van de rioleringen en van het lokale waterbeheer. En dat is heel moeilijk in te schatten voor een weerman of een weervrouw. De waarschuwingen zijn gelukkig niet gebaseerd op de persoonlijke interpretatie of het gevoel van de voorspeller van dienst, maar wel op objectieve criteria die afgetoetst worden door meerdere voorspellers en door het hoofd van de weerkamer. Er bestaat dus een soort van checklist en een hele procedure te volgen. Wanneer zwaar weer op komst is, dan wordt de situatie meerdere dagen op voorhand ingeschat en ook gekwantificeerd op basis van wat weermodellen berekenen en de ervaring van de weersvoorspellers in de weerkamer. Er wordt daarvoor beroep gedaan op heel objectieve criteria, limieten uitgedrukt in cijfers die wanneer ze overschreden worden in minstens een kwart van de provincie aanleiding geven tot een code geel, oranje of rood. Voor wind, bijvoorbeeld, zorgen rukwinden tussen 80 en 100 km per uur voor een code geel, tussen 101 en 130 km per uur voor code oranje en bij meer dan 130 km per uur voor een code rood. Nu, een waarschuwing die bestaat niet alleen uit een kleurcode, maar er hoort ook een begeleidende tekst bij. En in die tekst kan de Weerdienst de nodige duiding geven rond onzekerheid, rond de regio en eventueel rond de verwachte impact. Die tekst die is heel genuanceerd en wel overwogen en dus een absolute must om te lezen. Wanneer de waarschuwingscriteria bereikt worden met een zekerheid van minstens 65%, dan wordt een waarschuwing uitgestuurd. Voor een gele waarschuwing gebeurt dat in principe 48 uur van tevoren. Voor een oranje en rode waarschuwing wordt er meestal wat langer gewacht. Een oranje waarschuwing wordt in principe niet vroeger dan 24 uur op voorhand uitgevaardigd en een code rood, wat toch wel uitzonderlijk is, die wordt maximaal 12 uur van tevoren afgeblazen om net een grotere zekerheid te kunnen bieden. Die zekerheid is belangrijk omdat het activeren van een code oranje of een code rood ervoor zorgt dat een kettingreactie van procedures en veiligheidsmechanismes in gang wordt gezet, zoals bijvoorbeeld een verhoogde waakzaamheid of aanwezigheid. Of oproebaarheid van bepaalde overheidsdiensten. Achter de schermen gebeurt er heel veel, maar u kan gerust zijn: over ons weer wordt er constant gewaakt. Indien er gevaarlijk weeropkomst is, dan zal u dat geweten hebben. En nu heeft u dus ook een idee hoe die weerwaarschuwingen tot stand komen.